Gert-Jan, de afgelopen jaren zijn de finales een aantal malen door strafschoppen beslist. Ga je daar extra aandacht op leggen? Ja. Dat betekent dat je gaat oefenen? Nee, wel gedaan. Heb je een lijstje ook al in je hoofd die je gaat laten nemen? Nee. Wanneer ga je dat bepalen? Morgen. kort maar bondig. Het één woord. Ja, wat moet je er meer van zeggen? Het zijn ja en nee vragen. Nou. Kun je oefenen op dat soort strafschoppen terwijl je onder heel andere omstandigheden straks staat? Ja, kun je ook op oefenen. Hoe heb je dat dan gedaan? Hoe heb je dat? Door te oefenen. Een strafschop te laten nemen. Dat begrijp ik, maar je hebt nu geoefend in een leeg stadion. En een leeg stadion is anders dan het volgende Kuip. Ja, morgen vragen we heel Alkmaar te komen naar de Kuip en gaan we ze daar nog een keer nemen. Dat zou wel mooi zijn. Ze zien ons aankomen. Nou ja, dat kun je inderdaad niet oefenen. Maar het is wel zo, in dat verhaal, dat is vaak genoeg verteld. Op het moment dat het spannend wordt, moet je terugvallen op routinematig handelen. Dus moet je de handeling dan voel je het best vertrouwd met de handeling die je vaak doet. Ja, dus dat betekent toch op het moment dat jij altijd kiest voor het reageren op de keeper, dan moet je dat moment ook doen. En op het moment dat jij kiest voor een vaste hoek, of jij hebt altijd een voorkeurshoek, een chocoladehoek, dan moet je, als het spannend is en je hebt er last van, dan moet je gewoon in die hoek plaatsen. En want een penalty die goed genomen is, is onhoudbaar. De meeste spelers kunnen in de training, op het moment dat ze tegen de keeper zeggen, hij gaat in die hoek en ze nemen hem ook in die hoek, dan zit die 9 of 10 keer zit die bal er gewoon in. Dus een goed genomen strafschop is bijna onhoudbaar voor een keeper. Ja, maar het is juist het moment wat bepalend is of die goed genomen wordt, ja of nee. En dat is in zo'n finale best wel eens lastig. Want penalties zijn vaak ook na 120 minuten voetballen. Nou, dat is ook een extra zware bijkomstigheid. Dus fysiek heeft het al wat van je gevraagd. Dan vraagt ook nog eens een keer wat om een beslissende penalty te moeten nemen in zo'n heksenketel. Hè, want dat is het gewoon. Je bent het eind van je krachten en je moet dan nog even in mentaal opzicht de rust bewaren en koelbloedig zijn en de juiste keuzes maken. En dat kun je niet trainen, maar je kunt wel de voorwaarden trainen.